Tom van Grieken wordt volgende maand de nieuwe voorzitter van Vlaams Belang. Hij is vandaag door de partijraad voorgedragen. Een partijcongres op 19 oktober moet die voordracht nog bevestigen. Van Grieken is pas 27. Michael van Drogenbroek. Tot vandaag nog een relatief onbekend gezicht, maar dit wordt volgende maand de nieuwe voorzitter van Vlaams Belang. Tom van Grieken, die de moeilijke taak krijgt Vlaams Belang te reanimeren, want de partij likt nog altijd de wonden van een zware verkiezingsnederlaag in mei. Van Grieken wil de partij vernieuwen, ook inhoudelijk. Ik wil vooral af van dat extreemrechtse etiket. We zijn niet extreem. De thema's die wij aankaarten, heeft een ruim draagvlak in onze maatschappij. Of het nu gaat over massamigratie of de communautaire thema's. En ik denk, door drie punten aan te pakken, nieuwe mensen, een nieuwe stijl en nog andere thema's aan te snijden, dat wij terugverkiezingen kunnen winnen. Van dat extreemrechtse imago, geen anti-islampartij meer ook dan? Natuurlijk blijven wij een probleem hebben met de fundamentele kritiek op de islam. Maar natuurlijk is er een groot verschil tussen de kritiek op de islam en de personen die islam beleiden. Islam is in mijn ogen een ondemocratische extreme godsdienst. Maar dat maakt niet van iedere moslim een fundamentalist natuurlijk. Ik wil hard zijn tegen het systeem. Ik wil hard zijn tegen een verderfelijke ideologie. Maar ik wil nooit hard zijn tegen individuen. Bij de weinige verkozenen die Vlaams Belang in mei haalden, zitten enkele jongeren, maar zit ook nog altijd het duo Annemans de Winter. En zij zijn ook van plan te blijven zetelen. De oude krakers, tussen aanhalingstekens, zoals Annemans en de Winter, staan mee als militant achter die strategie van verjonging van de partij. En zo gaan we het doen. Maar ook als parlementslid blijft u? Als parlementslid, we zijn allemaal verkozen. Iedereen die verkozen is, blijft waar hij is.